Pater Kusters, een Nederlandse priester van het Heilig Hart, koesterde al lang het plan om in Belgisch Limburg met een school te beginnen. Op 19 september 1921 werd de koopakte getekend, waardoor Pater Kusters eigenaar werd van het Montagnehof in Lanaken, hetgeen bestond uit het kasteel, een tuin, vijvers, weide en bouwland. Onmiddellijk werd gestart met het opknappen van het bouwvallige kasteel en het bewoonbaar maken van 4 kamers op de tweede verdieping. Na 2 jaar van wroeten en zweten was de school klaar om zijn eerste leerlingen te ontvangen. Op 8 oktober 1923 ging de school van start met 12 leerlingen. De volgende jaren meldden zich meer en meer leerlingen, zowel externe als interne. Vervolgens kreeg Pater Dame de toelating om het humaniora volledig uit te bouwen, zodat alle leerlingen de 6 jaren middelbaar konden afmaken in Lanaken. Een van de gevolgen was plaatsgebrek. Daarom werd in 1931 het boerderijcomplex aangekocht. Hierdoor was er plaats voor 80 leerlingen. Het Montagnehof, dat een broederjuvenaat had moeten worden, was een echte missieschool geworden. En op 11 mei 1934 traden 7 leerlingen binnen in de congregatie om priester te worden. De studies in Lanaken werden op een hoog peil gebracht. Op 1 augustus 1939 werd het klooster en de school overgedragen aan de Belgische provincie, daar het voordien in handen was van Nederland. Dit was een grote gebeurtenis voor Vlaanderen. Voor Lanaken was het een nieuwe start. Op 25 september 1939 werd er gestart met 13 Limburgse jongens. Deze jongens mochten slechts 3 keer per jaar naar huis. Enkel de studierichting Latijn-Grieks werd er aangeboden. Op 16 januari kwamen er nog 10 leerlingen over vanuit Tervuren. Het waren deze 23 leerlingen die op 10 mei 1940 het oorlogsgeweld aan den lijve ondervonden. Om 7 uur 's ochtends valt er een bom op het dak. Iedereen vlucht naar de kelders van het kasteel. Niettegenstaande alles stijgt in deze tijd het leerlingenaantal van 23 leerlingen in 1939 tot 100 leerlingen in 1946. Om nog meer leerlingen te kunnen aanvaarden, moest er weer gebouwd worden. In juni 1950 is de bouw zo goed als klaar en wordt deze in gebruik genomen. Met een grote studiezaal, een ruime eetzaal en een slaapzaal kan de school nu plaats bieden aan 140 internen. In en om het college groeit bij de talrijke leerlingen de drang naar meer activiteiten. De KSA, opgericht in 1943, kent een bloeiperiode. Trektochten, bosspelen, kamperen, noem maar op. Op cultureel vlak is er een heuse academie en eens of meermaals per jaar verschijnen de leerlingen van het voetlicht met klassieke toneelstukken. Nu de materiële zorgen voorbij zijn, breekt een periode aan waarin er tijd en plaats is voor andere dingen. Studiemogelijkheden worden verbeterd en uitgebreid. Lanaken wordt bekend voor zijn hoog studiepeil. De nieuwbouw spreekt voor zichzelf. In 1967 worden de nieuwe gebouwen één voor één in gebruik genomen. Het geheel vormt nu een afgesloten vierkant. Er is plaats voor 200 internen. Sportvelden worden aangelegd en de sportmanifestaties volgen elkaar snel op. Vooral de volleybalploeg zorgt voor schitterende prestaties. Provinciale en nationale titels worden in de wacht gesleept. Het jaar 1968 brengt een grote ommekeer teweeg. Na veel vergaderen en onderhandelen met het bisdom verkrijgt men de toelating om met het moderne humaniora te beginnen, waarbij er andere studierichtingen ontstonden, namelijk Latijn en wetenschappen. Ze kregen ook de toestemming om externe te aanvaarden.
In september 1968 start men met 218 leerlingen, waarvan 19 externe. Het Missiecollege zal vanaf nu Heilig Hart College worden genoemd. Pater Leo Bate krijgt de opdracht om de infrastructuur voor wetenschappen en het externaat aan te passen. Dus hij zal weer moeten bijbouwen. Het Heilig Hart College beschikt voor het eerst over een echt laboratorium en een studiezaal voor de externe. In 1971 is het leerlingenaantal gestegen tot 317, waarvan 100 externe. In de volgende jaren bieden zich meer en meer externe aan en in 1980 bedraagt het aantal leerlingen 417. Na jaren van moeizame voorbereidingen en vele vergaderingen gaat op 1 september 1982 het vernieuwd secundair onderwijs van start. Ook de eerste meisjes doen een intrede in het college. Het VSO wordt progressief ingevoerd en tegelijkertijd wordt het internaat afgebouwd. Als de laatste 7 internen in 1986 de school verlaten, krijgen de internaatsgebouwen een andere bestemming. De kleine slaapzaal wordt omgebouwd tot schoolbibliotheek. Na 65 jaar dragen de paters heel het schoolgebouw over in handen van leken, het einde van een tijdperk. Op 1 september 1988 draagt pater Imar het bestuur van het college over aan de heer Bernard Gijsselink. Voor het eerst in zijn geschiedenis krijgt het Heilig Hart College een leek als directeur. In 1991 begint het eenheidstype in het college. Het VSO wordt afgebouwd. Het computertijdperk breekt door. De administratie wordt geautomatiseerd en een computerlokaal voor de lessen informatica wordt uitgebouwd. Tevens worden enkele lokalen als vaklokalen ingericht. Het volgende project is het renoveren van de oude klassen en het zorgen voor grotere lokalen. In maart 1998 wordt de heer Bernard Gijsseling opgevolgd door de huidige directeur, de heer Peter Jannes. In de jaren die volgen investeert men nog steeds in de modernisatie van de schoolgebouwen. Na een dipje is het leerlingenaantal een stijgende lijn met meer dan 300 leerlingen. De leerlingenraad is een grote rol komen spelen op vlak van leerlingenparticipatie.